Welkom bij het tweede gedeelte van uitlegvideo nummer 2 bij het onderwerp meteorologie. Zoals ik jullie al eerder vertelde, werd de vorige video veel te lang, vandaar dat ik hem in tweeën heb geknipt en dit gedeelte gaat over de communicerende vaten. De vorige keer hebben we het gehad over de formule voor de hydrostatische druk en ik heb die formule voor jullie afgeleid en twee rekenvoorbeelden gegeven. In deze video zal ik dus ingaan op de wet van de communicerende vaten. Wat houdt het in en wat zijn de gevolgen daarvan? En ik zal het hebben over de kwikbarometer. Het tweede experiment in deze video gaat over de communicerende vaten. Je ziet hier verschillende buisjes die onderaan allemaal verbonden zijn door een dwarsbuisje. Ik heb hier een dik buisje, een soort reageerbuisje. Ik heb hier een heel dun buisje. Ik heb hier een kronkelbuisje. En ik heb hier een buisje met verdikkingen erin. En wat ik nu ga doen is water in dit buisje gieten. En dan gaan we kijken wat er hier met het waterniveau in deze buisjes gebeurt. Daarvoor heb ik gekleurd water. Het is een beetje groenblauwig. Ik hoop dat jullie het allemaal kunnen zien. Want heel veel kleur heeft het niet. Zo. Nou, wat ik hoop dat jullie nu kunnen zien is dit buisje is tot hier gevuld. Dat dit buisje en dit buisje ook allemaal tot dezelfde hoogte gevuld zijn. En het zou in principe toch een beetje gek zijn, zou je kunnen zeggen. Je zou verwachten, hier zit heel veel water in. Dat heeft een groot gewicht, dat duwt heel hard naar beneden. Dan zou dat toch moeten betekenen dat in dit buisje bijvoorbeeld, waar helemaal maar heel weinig water in zit, dat het water hier veel hoger geduwd zou moeten worden. Maar het heeft weer te maken met de druk. De druk hier beneden in dit kleine dunne buisje en het dikke buisje is even groot. Want dit buisje is wel dikker, er zit wat meer water boven. Maar doordat het oppervlakte groter is, is de druk precies even groot als in dit buisje. Wat veel minder water bevat, maar wat ook een veel kleiner oppervlakte hier beneden heeft. Ik zie nu dat ik met mijn hand ervoor zit. Dus hier heb ik een dik buisje met veel water, maar ook een groot oppervlak. En hier aan deze kant een dun buisje met weinig water, maar ook een klein oppervlak. En je ziet ook weer dat het niet uitmaakt of het buisje kronkelt of er verdikkingen in zitten. De vorm van het buisje, dat maakt weer niet uit. Het water komt aan alle kanten precies even hoog. Dit noemen we de wet van de communicerende vaten. Goed, de wet van de communicerende vaten. Je ziet hier twee vaten die verbonden zijn met een buis. In de buis zit een kraan en die kraan die is gesloten. Het linker vat is gevuld met water, dat zien we hier, en het rechter vat is leeg. Aan de linkerkant van het vat, hier is de druk dus hoog en hier zit niks in, dus hier is de druk laag. Hoge druk. En lage druk. Nou, wat gaat er gebeuren als we de kraan openzetten? Dat hebben we net al gezien. Als we de kraan openen, dan stroomt het water van het ene vat naar het andere vat. Totdat de hoogte gelijk is, hebben we gezien in het experiment. Daar kunnen we twee dingen uit concluderen. Nummer 1. Een vloeistof of gas stroomt altijd van hoge naar lage druk. En het gaat net zo lang door totdat de druk overal gelijk is. Maar het is betekent overal gelijk, betekent niet alleen hier aan weerszijden van die kraan, maar het betekent ook hier, dat betekent ook hier, dat betekent overal in de vloeistof. Je kunt dus een lijn trekken in de vloeistof en op die lijn is de druk overal hetzelfde. En het maakt niet uit op welke hoogte je deze lijn trekt. Het zal altijd zo zijn dat de druk op die lijn overal gelijk is. Een voorbeeld. Een open manometer, dat is een soort drukmeter, dat is een U-vormige buis die gevuld is met water. En als we dat doen, dan zien we dat het water aan beide kanten even hoog staat. Dat noemen we de benen van de buis, dus aan beide kanten even hoog. Op gelijke hoogte is de druk hetzelfde, dus dat betekent dat op het waterniveau de druk overal gelijk is. De luchtdruk duwt
aan allebei de kanten tegen het water en aangezien de luchtdruk aan allebei de kanten hetzelfde is de hoogte van het water ook aan allebei de kanten gelijk. Als ik deze buis nu aansluit bijvoorbeeld op de gaskraan, dan gaat er iets gebeuren. Dan duwt het gas aan deze kant tegen het water, waardoor het water hier een klein beetje omhoog gaat. In de gasleiding heerst dus een overdruk. En dat is maar goed ook, want als dat niet zo zou zijn, dan zou er geen gas uitkomen, want dan zou het door de lucht naar binnen geduwd worden. Die overdruk die zorgt ervoor dat de vloeistof omhoog gaat en de grootte van die overdruk zou je dus kunnen berekenen aan de hand van de hoogte waarbij de vloeistof omhoog gaat. Hoe groter de druk op de gaskraan is, hoe hoger het water natuurlijk komt. Nou, hoe gebruiken we de wet van de communicerende vaten? Stel je voor dat het water 10 centimeter omhoog gaat. Punt 1, op gelijke hoogte heerst gelijke druk. Dus we trekken hier weer een lijn waarbij we aan deze kant op het waterniveau zitten en aan deze kant dus niet. Het water steekt er een heel klein beetje bovenuit, want we willen het verschil bekijken. Overal op die lijn heerst dezelfde druk. Dus dat betekent dat de gasdruk aan de ene kant even groot moet zijn als de druk van de lucht en het water samen aan de andere kant. En aan de ene kant drukt het gas en aan de andere kant drukken het water en de luchtdruk tegelijk hier naar beneden. En die twee drukken aan beide kanten moeten hetzelfde zijn. Nou, de luchtdruk weten we, die is 1013 hectopascal. En de druk van het water kunnen we berekenen. Rho keer G keer H, de dichtheid van water hebben we in binars gevonden, 998 kilo per kubieke meter, 10 centimeter hoog. En we komen uit op een druk van 979 hectopascal. De totale druk van het gas is dan dus 1,0 keer 10 tot de vijfde van de luchtdruk plus die 979 hectopascal. Een ander voorbeeld is de barometer. Die is uitgevonden door meneer Torricelli. Wat deed meneer Torricelli? Hij vulde een buis met kwik. Hij keerde die buis om, met wel natuurlijk zijn vinger op het gaatje, want anders loopt de kwik er meteen uit. En hij zette de buis omgekeerd ook weer in een bad met kwik. En vervolgens haalde hij zijn vinger van het gaatje. Wat gebeurt er dan? Dan zakt het kwik in de buis een klein beetje, terwijl tegelijkertijd het kwik in de bak een beetje stijgt. Wat gebeurt er? Het kwik zakt hier dus een klein beetje naar beneden. Ondertussen zorgt de luchtdruk ervoor dat het kwik niet uit de buis blijft stromen. De luchtdruk duwt hier tegen het kwik en zorgt ervoor dat het kwik in de buis blijft. Dat betekent dat boven in de buis dat er geen lucht bij mag komen. Daar heerst dus een vacuüm. En dit is eigenlijk ook de reden waarom meneer Torricelli deze proef deed. Hij wilde helemaal geen barometer uitvinden. Hij wilde alleen maar aantonen dat er ergens in het heelal een plek was waar niets aanwezig was. En dat was iets waar de kerk helemaal niet tegen kon. En de verlichting, de periode waarin dit allemaal plaatsvond, daarin werden juist heel veel proeven gedaan en heel veel experimenten gedaan om te laten zien dat de kerk op een aantal plekken geen gelijk had. In dit geval ging het dus om het vacuüm wat boven in die buis heerste. Maar ondertussen vond Torricelli wel de kwikbarometer uit, want de hoogte van die kwikkolom die zegt iets over de grootte van de luchtdruk. Wat ik al eerder vertelde, hoe harder de lucht die naar beneden drukt, hoe hoger het kwik in deze buis komt te staan. En daar is dus die eenheid millimeter kwik van afgeleid. Dat zegt gewoon iets over de hoogte van de kwik in de buis. Het wordt ook wel de tor genoemd, wat natuurlijk afgeleid is van Torricelli. Nou, hoe zit dat dan precies in elkaar? We zien hier weer dezelfde opstelling. Het bad met kwik, de buis. Het eerste wat we natuurlijk weten is dat er op gelijke hoogte gelijke druk heerst. Dus dat betekent dat we hier weer een lijn trekken en overal op deze lijn is de druk gelijk. Dat betekent dat we aan de ene kant de luchtdruk hebben en aan de andere kant de druk van het kwik. Nogmaals, hier is vacuüm, dus we moeten hier zeker geen luchtdruk bij optellen, want dan werkt het proefje niet.
Dat betekent dat als we te maken hebben met de standaard luchtdruk van 1013 hectopascal, oftewel 1,010 tot de vijfde pascal, dat dat gelijk moet zijn aan de druk van het kwik. En de druk van het kwik wordt gegeven door de formule rho keer h keer g. Vullen we de getallen in. De dichtheid van kwik is 13,5 keer 10 tot de derde kilogram per kubieke meter. Dan komen we uit op een hoogte van 76,2 centimeter, oftewel 762 millimeter. Dus dat betekent dat bij een standaard luchtdruk het kwik 762 millimeter hoog staat, oftewel de druk is 762 millimeter kwik.